Wij zijn een bedrijf, wij leveren producten op het gebied van toilethygiëne. Dispensers, papier, absorptiematerialen, afvalzakken. Allemaal producten die daarmee te maken hebben. En daarnaast doen we ook nog een onderdeel, dat zijn de poetslappen. Dat wordt vervaardigd uit oud textiel. De poetslappen worden ingezameld bijvoorbeeld bij de supermarkt, waar je een zak met je oude kleding in kan leveren. Daarvan is 17% eigenlijk afval. En dat kopen wij op en dat zorgen wij dat dat gewassen en versneden wordt. En dan hebben wij weer een nieuw product, een poetslap. Rabobank organiseert de CE-challenge om bedrijven te laten nadenken over wat ze doen met hun grondstoffen. Wat doen ze met hun afvalstof? Waar halen ze grondstof vandaan? En dit is heel belangrijk, want grondstoffen worden steeds schaarser. Vandaag zijn we bij het bedrijfsscan. De bedrijfsscan gaan we met het bedrijf specifiek kijken naar het eigen businessmodel en kijken hoe we daar een mooier circulair geheel van kunnen maken. We hadden een brainstormmoment waarin we ideeën die we al geplot hebben gaan bespreken en ook gaan verrijken, aanvullen. Vervolgens gaan we kijken welk idee past nou het beste bij het bedrijf. En waar wil het bedrijf mee aan de slag? En daar helpen ze ook mee met het Business Model Canvas. We hebben nu nog geen keuze gemaakt in het idee. Maar waar we met name naar kijken is complexiteit. Dus hoe moeilijk is het om het idee te implementeren? En ook de impact. Hoe zichtbaar wordt het voor klanten? Maar ook uiteindelijk, wat is de circulaire bijdrage van een idee? Wij zijn Ovata, wij kweken succulenten. Succulenten zijn eigenlijk woestijnplanten. Wij zijn er helemaal gespecialiseerd in, we zijn helemaal gek voor succulenten. Wij telen ongeveer 50 rassen, waarvan 70% van de planten die bij ons weggaan ook eigen rassen zijn, die we zelf veredeld hebben door de jaren heen. Wij denken en vinden dat wij de beste kwaliteit hebben. En daarnaast denken wij dat we heel duurzaam zijn. Ja, nou, we zijn volledig gesloten, dus wij hebben geen uitstoot buiten het bedrijf van meststof of water. We gebruiken echt minimaal energie. We zitten op 7 kubieke vierkante meter, dat is echt extreem weinig. Elektra gebruiken ook heel weinig, we belichten ook niet. Zelf hadden wij niet het idee dat we nog meer stappen konden maken. Ja, we doen het toch mee, omdat wij toch weer een stap verder willen. En we vinden het ook leuk, we hebben er plezier in gekregen. En nou krijgen we hulp van en de Rabobank en de KPNG. En we hopen dat zij ons een nieuw inzicht kunnen geven, waardoor we ondersteund van hun toch weer gewoon naar de volgende stap kunnen gaan. Ik hoop ook wel heel erg dat onze klanten er steeds meer in meegaan. Wij zijn zelf best wel goed bezig op dit gebied, maar dat we ook die keten zo ver kunnen krijgen. Dat we onze leveranciers enthousiaster kunnen krijgen voor dit onderwerp en dat het een normaal iets gaat worden. Het moet wel goed uitgewerkt zijn, maar dan krijgen we iedereen wel mee. Ja.